Stad Menen is een stad in Zuidwest-Vlaanderen, grenzend aan Frankrijk. Stad Menen telt ongeveer 33.500 inwoners die verdeeld zijn over de stad zelf en twee deelgemeenten, namelijk Louwen en Rekken. Stad Menen zocht een strategische partner voor de building block connectiviteit. Daardoor kwamen ze in contact met Connection en zochten ze eigenlijk achter een vereenvoudigd systeem om hun netwerk te beheren. Toen we de eerste keer aankwamen in Stad Menen, zagen we dat er tientallen verschillende vestigingen waren die geografisch verspreid lagen. Daardoor dachten we meteen aan een Cisco Meraki-oplossing, omdat met het dashboard van Cisco Meraki, waarin dat switchen, firewalls en access points allemaal geïntegreerd zitten, we een betere visie hebben op het volledige netwerk. Wat dat we wilden doen is een nieuw gebouw, het routingcentrum in Louwen, het Aploos, koppelen aan ons bestaand stadsnetwerk. En laten we zeggen, we hebben ervan geprofiteerd om van dit gebouw een proof of concept te maken van oké, hoe zien wij als dienst ICT vanaf nu de manier waarop we een vestiging gaan connecteren op ons stadsnetwerk. Door het feit dat we hier met heel veel verschillende diensten samenwerken, is het wel een complex netwerk, waardoor dat het voor ons heel duidelijk moest zijn wat dat er waar aangesloten is. We zitten hier onder andere met de politie die aangesloten is, we zitten met camerabeveiliging, met een stuk dienstverlening naar de burger toe, met de connectiviteit naar het Rijksregister, met de Open Library, eigenlijk een onbemande bibliotheek, die ook de nodige technologische innovatie met zich meebrengt. Bij de start had ik het gevoel dat Connection heel actief luistert en vooral meedenkt met de klanten. Ik heb het gevoel dat zij vooral investeren in een lange termijn relatie met de klant. En ik hou vooral van hun no-nonsense aanpak en de open communicatie die er heerst.